Goedenavond. Vandaag alweer een heerlijke nazomerdag met een frisse start, maar daarna toch wel heel veel zon. En temperaturen die klommen tot 23 à 24 graden, lokaal zelfs in de Kempen tot 25 graden. In de loop van de namiddag is er hier en daar wat hoge bewolking verschenen, wat van die ijle cirrusluiers, maar het is natuurlijk overal droog gebleven. De echte wolken die vonden we terug net ten noorden van ons land. Dit is een schitterend NOAA-beeld, maar dus het grootste deel van België blaakt hier nog steeds in de zonneschijn. We vinden een hoge drukgebied boven Polen en dat stuurt natuurlijk alle regengebieden wandelen. Die regengebieden die gaan via een ommetje, via Schotland, uiteindelijk Scandinavië helemaal nat maken. En je kon vandaag ook heel veel water tegenkomen, vooral in Sicilië, het oosten van Sicilië. Daar heeft het ook zwaar geonweerd. Maar dus een groot deel van West-Europa geniet van zalig nazomerweer. En dat zal de volgende dagen niet of nauwelijks veranderen, want er ligt al een nieuw hoge drukgebied klaar hier boven de monding van het kanaal. Dus deze neerslagzone die komt er bij ons niet in. Ook niet in het tweede deel van de week, want dat nieuwe hoge drukgebied dat is alweer een blijver. In het tweede deel van de week zou de wind wat meer uit zuidelijke richtingen kunnen komen. Maar het is nog steeds landlucht en nog steeds temperaturen die veel hoger zijn dan wat we gemiddeld mogen krijgen in deze tijd van het jaar. Er is wel zo goed als geen wind. Dat heb je als je dicht bij de kern van een hoge drukgebied zit. Weinig wind en dus waarschuwt het KMI voor CO-vergiftiging. Zorg dus voor voldoende verluchting. Vannacht is het zo goed als helder weer. Dus sterrengeflonker met eventueel, niet eventueel, heel zeker de planeet Mars. Is heel mooi te zien. De temperaturen die zijn dus iets wat aan de frisse kant in de Kempen. Een 8 graden op de Hoge Venen, zelfs maar een 3 graden. In de grote steden zijn dat minima in de buurt van 12 graden. Eventueel morgenochtend wat nevel of een enkele mistbank. Vooral dan in de Ardense valleien en in lage streken. Wat ziet er uiteindelijk toch voor morgen alweer zeer goed uit. Met een mengelmoes van heel brede opklaringen. En af en toe een wolkenveldje. Hoge wolkensluiers dus. Blijft natuurlijk droog weer. Er is weinig wind. Kortom, het is alweer zalig genieten. Een ideaal weertje om eens de auto langs de kant te laten en de benenwagen of de fiets te nemen. Het is ideaal. De temperaturen die schommelen maximaal rond 24 graden aan de kust en mogelijk zelfs tot 25, 26 graden in het binnenland. Normaal hebben we recht op 18 à 19 graden, dus u hoort me zeker niet klagen. Ook de volgende dagen ziet het er zeer goed uit op onze weerkaarten, met dus altijd na het verdwijnen van nevel en mist erg veel zon. En temperaturen die overdag vlot fietsen richting 24 lokaal, misschien een 25 graden. Het zou kunnen dat tegen vrijdag wat meer bewolking verschijnt. Vooral tijdens het weekend zou er wat meer wolken kunnen zijn. Maar voorlopig is het echt wel profiteren van zeer goed nazomerweer. Ziezo, bedankt voor het kijken. Morgenmiddag ben ik er weer met meer weer. Dag.